Michael, jij stuurde mij zo'n contract, toch? Dat zijn maar de punten die je hebt gehaald, dat je dan uitgekeerd krijgt in cash, toch? Dat moet een easter egg zijn. Ja! Het enige wat ik wil dat Nederland wint is Eurovisie, maar dat is me ook niet gegund. Bring the heat! Ondertussen al cash. Oh, jong, kijk mijn zakjes, mijn zakjes. Zene! Draken! Nee! Dit is de 100% de easter egg. Of Bonnie papa heeft gewoon het verschil niet gezien tussen die knuffel. Dat zou ook kunnen, dat ik denk van... Denk eerder aan het tweede, man. Ja, dat denk ik ook. Kut, zo. Yo, trouwens. Ja, tuurlijk hou ik van techno. Vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag de Lunapark versie 2.0. We zijn in Lunapark Square in Westende Bad. Westende Bad! Vandaag doen we een speciale editie. We hebben Team België. Tegen Team Nederland. Mannen hebben 5 uur gereden. Oké. Niet gelogen. Ja. Dus even in het korte spelregels. Alles wat competitief is, dus de airhockey en de flipperkas en de basketbal achteraan, kunnen enkel België tegen Nederland spelen. De winnaar van zo'n spelletje verdient 5000 punten en de verliezer maar 1000. Dus het is een risico dat je neemt als je weet te spelen. Want je kunt ook al de rest doen wat je wilt. De grijpers, de jetonkassen, de monster drop. Jullie moeten zoveel mogelijk punten scoren. Het is geen free-for-all, dus echt Nederland tegen Team België. Jullie punten worden maal 1,5 geteld op het einde, zodanig dat jullie uitkomen met Team België. Er zijn 3 easter eggs. Ik ga niet zeggen wat het is, maar als je speelt, het is best wel duidelijk, normaal gezien. Al draai. Mocht je heel de tijd aan éénzelfde machine staan of moet je... Nee, dus net zoals vorig jaar, jullie mogen maar maximaal 10 minuten aan elke machine staan. En ik ga checken, vieze ratten allemaal. Halverwege komt er ook eten voor jullie aan. Ik heb pizza en pasta besteld. En frieten voor Max, want die moet speciaal doen. Oké, is goed. Ja, nee, prima, is goed. Zet me maar zo. Is het eten van de pizza inclusief die 60 minuten of exclusief? Exclusief, dus jullie kunnen dat echt gebruiken als even... Die brieven, retreat. Ik heb geen geld in de machines. Mijn pa is de kassa vandaag. Marky! Yes! Als jullie willen spelen op eender waar, zeg ik even, hey Markske, en dan komt hij jullie geld geven, credits geven of whatever. En dan kunnen we beginnen. Let's go! Ja. Let's go! Mark! Team België zit hier allemaal omdat Mark hier als eerste moet passeren. Let's fucking go, drop the ball. Ik denk dat die in Nederland een heel kutrit hebben terug naar rijst. Ik denk dat het heel stil gaat zijn in de auto. We gaan eerst de eerste easter eggs vinden, we hebben er al eentje gevonden. Hier heb je al die Sonic characters en dat soort dingen. Maar Minnie Mouse ligt hier tussen. Ik ken Mark nu 20 minuten. Mark zou dat nooit doen. Doe een update vanaf de andere kant. Ja. Zij zijn al begonnen, hè? Hey, okay. Ja, Mark! Deze klopt niet. En dan zo. Hier, bam. Meteen. Okay. Meteen. Onder... Nee. Bro! Oh. Oh, dit gaat de hele avond gebeuren, hè? Nee. Oei, oei, oei. Moet even inkomen, toch? Al de odd ones out. Er zitten 2 Mickey's en de oranje bal. Allemaal de easter eggs. En iedereen heeft dat instant door. Ik heb credits nodig. Credits? Ja. Ja, Mark. Tashi Bamboo! Ik probeer die oranje bal te pakken, want ik ben er 100% rotsvast van overtuigd dat dat een easter egg is. Ja? Ho! Easter egg! Hey. Waarom denk je dat een easter egg is? Kijk, dat zijn allemaal witte ballen en dat is 1 oranje bal van Nederland. Kijk, allemaal draken en dan Mickey Mouse. Het moet een easter egg zijn. Die zit zo goed. Zo, ja, gelukkig zijn we niet verslavend gevoelig, maar ik begin ergens op te lijken. Mijn ballen zijn op mijn kaneel tegen de app bonusbal. Stacks for days. We zijn op de goede jackpot. Lekker. Ja, maar kijk, heel weinig mensen weten dit, hè. Maar ik heb net inside info gekregen van Mark. Dat er zaten daar allemaal puntjes, allemaal rode puntjes. Als je hem op het slangetje raakt, dan krijg je 2000 punten. En ik denk dat als ik gewoon fucking goed word in die 2000 punten pakken, dan heb ik zo die 2000 punten. Zie je, kijk, hier gaan we. Eentje eraf, hè. Het wordt niet gegund. Maar je moet ook leren. Je moet groeien. Voor niks komt de zon op. Ja, dan, mooi. Je dit raken? Nee! Als je klaar bent met die punten, moet je even naar de kassa lopen en dat even vermelden tegen mijn pa ook. Gewonnen! Eindelijk mijn eerste! Maar ik ben leeg! Ik heb een winning streak! Ja, shit, het gaat niet best hier. Ik heb net een paar munten opgespaard, deze. Maar toen kom ik erachter dat deze munten echt saus betalen. Dus hier heb je echt niks aan. Hier zitten al munten in trouwens, je kan gewoon gelijk spelen. Oh, sorry, je hebt gelijk. I played Mark, ouwe. I outplayed Mark. Kom op. Nee! Fucking hond. Markske! Naar voren. Nee, wat is... Mark, deze apparaten zijn niet goed. Waar is Mark? Moeten wij even een drankje halen? Want ik heb het idee dat als we meer drinken, gaat het beter. Maar deze pak, ik pak deze eerst nog even. Nee! Okay, ik ga drank halen. Ik heb voor de big stacks gegaan. Voor de big stacks, nee. Dit hoeven we ook niet te zien. Dit hoeven we niet te zien. Dit is Team Nederland. Hier, kijk. Alsjeblieft, voor jullie. Jongen. Klein geld, thanks. Waar is Mark? Ondertussen al cash. Oh, jong, kijk mijn zakjes, mijn zak. Zene. Heel de loterij, man. Kijk, strooien. Instant replay. Oké, let's do this. Moet je zo lijp van? Kom op! Wat speel ik? Nee! Ik ben niet zo slecht in. Ik zeg je eerlijk, emoties gaan echt door het dak hier in deze tent. Oké, dit wordt hem, kom op.
Klein tikje. Ja, 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 dat is hem. Kom op. Ik ben hier zo fucking slecht. Laat maar even zien. Nee, deze heb je. Easy. Nee. Jawel. Ja, op. Dag. Let op. Let op. Let op. Let op. Ja! 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 Nederland, baby! Voor de mensen thuis die kijken, jullie zijn waarschijnlijk nog nooit binnen geweest in de backstage van Olympiapark, dus... Ja, dat is het beste dat je staat, denk ik. Het beste dat je staat. We hebben nog een kamer. Hier, jongen, alle easter eggs hebben we weggestoken. Bette Gerben heeft een oranje bal gewonnen, wel ziek. Alles direct door, man. Misschien moet ik eigenlijk achter mensen hun rug nog zo in erbij leggen. Hier zijn alle grote plusjes. Siekse. Maat. Die is wel lijp. Ah, ik moest pinten komen halen. Zeba wat bier, of course. Dat kan ik wel gebruiken. Harry is wel gewoon aan het gaan. Ik hoor dat hij heel tijd valt. Ik denk dat het bij mij is, maar het is bij hem. We gaan kijken hoe ik naar mijn zak zie, maat. Niet normaal. Ik ga eens een bakje pakken. Er moet een easter egg zijn. Dat ik één beetje tussen de draken. Het is toch nul tactiek achter dit spel. Sorry, mag ik heel even langs, alsjeblieft? Ja, super, dankjewel. Ik vind die Nederlanders toch een beetje cocky. Hallo? Ik heb het gevoel dat de Nederlanders voorgetrokken worden. Ik was op nul, maar ik had nog 50 bonus. Dus ik kreeg geen nieuwe cash. Terwijl Harry naast mij heel de tijd nieuwe cash. Stak aan binnen, hè? Ik ben net denk ik een kwartier bezig geweest met twee knuffels. Die zijn 1500 punten. Ja. Eén zo'n kaart is 500 punten. Harry heeft er in een kwartier heeft hij 8 van die kaarten. Dus dat is veel meer. Ja, we gaan dit proberen, man. Ik heb dit echt denk ik 8 jaar geleden voor het laatste kermis gedaan. En toen was ik al niet heel goed in. Soms DJ, soms barman, bro. Ja, dat is echt zo. Zet even camera af. Is het Oddmans aan het? W's in Westende. Choppen! Allemaal naar voren begeven alsjeblieft als je klaar bent. Nederland, oh Nederland. Ik weet niet of dit rendabel is of niet, maar het zijn wel veel tickets. Hoe komt zoveel geld? Het is even pizza time, jullie mogen allemaal even pauze nemen en een hapje eten. Dat is pizza dough. Bij de pasta zeker. Ik heb pasta besteld, maar nu heb ik spijt. Vrienden, smaakt het iedereen? Ja, is het harken, hoe is het al half? Harry ziet het als een proef. Hij gaat met een ketting om naar huis zometeen. Zinder chain. Hey, als je naar huis moet rijden, denk ik, man. Ik ben alleen maar aan het lispelen. Het beste moment van de dag. 10 op 10 van Mark. Max van de kampioen is er niks tegen. S.O. naar Lunapark Square, West End, Bad City. Zij volle de Faruna Festa, Vinnie de Tutto, Quano Stern. Oké, vrienden, we hebben nog exact 30 minuten. Ik ga niet vertellen wie er voor staat op de andere groep. Maar ik zou wel zeggen, begin. Ligt niemand hoort je, bro. Begin gewoon, boys, begin gewoon. Harry, succes, bro. Ja, we doen het lekker rustig aan, bro. Zie het, man. Niks aan de hand, bro. Je weet ook alles trankeer. We gaan niet haasten. Wat Mich net zei, ergens ligt dus een nieuw bonus-item. Yes. Wij moeten dus even kijken welke. Allemaal Lion King. Zijn die Dago daar is. Behalve dit. Dit is Lady in de Vagebond. Smart. Goed. We hebben nog een half uur. Ik ga gewoon op die knuffels. Ik ga voor de easter eggs. Ja, jij gaat helemaal los met die munten. Zou ik mensen uitdagen met ijs ook dan? Dat is 5000 punten als je wint, hè. Gio. Ja, hij moet op de baas komen. Hij deed goed, hè. Jij hebt jackpot gemist. Ja, Queen. Ik wil dat geweer, hè. Maar kijk, hè. Kijk wat er gebeurt, hè. Kan ik nog een uur staan? Oh, dat gaat hem zijn, zeg. Ik voel het, dat is een easter egg. Mag ik proberen? Ik ook, man. Is dat? Ik zou ook leuke dingen kunnen doen ondertussen, maar. Is of zo. Ik vertel het tegen Mich alleen. Ja, maar hij komt uit België, ik weet niet. Of het is een fout, of het is die gestrekt. Allemaal Lion King, deze lady in de vagebond. Die trouwens gewoon doggystijl geneukt wordt door die andere achter. Maar dat is zij. Is de reden dat je mij meegenomen hebt naar hier omdat ik het zou vertellen? Of? Zijn jij nog gewoon onder druk met allebei? Je hoeft het niet te zeggen. Ik vind het wel ziek dat iedereen is wel meer op de hoogte als vorig jaar, man. Op een volledig legale en juiste manier heb ik die gevonden. Stond naast mijn bier en alles van naast mijn bier thuis. In theorie van mij. Okay. Dit is de 100% de easter egg. Of van die papa heeft gewoon het verschil niet gezien tussen die knuffel. Dat zou ook kunnen, want ik denk van... Denk eerder aan het tweede, man. Ja, dat denk ik ook. Kut, sorry. Adal de wind. Is this working out for you? No. Ik heb nog niks kunnen grijpen. Maar ik probeer zo aan. Ja, ik ging me even gewoon in het nest van de wolven gaan begeven. Het is konijn season. Oh, deze is een boel. Wat een boel. Het is oké, ik heb hem. Hij heeft die Doku SM, hij heeft die Doku SM! Knuffeltje! Ik heb de monster jackpot, man, al 2000! Dat heb ik goed gedaan. Dus ondertussen is papa even de tussenstand aan het berekenen. Nederland staat gigantisch voor. The winner, ladies and gentlemen, of today's video. We hebben nog 10 minuutjes. Just so you know. Hier is nog 2 euro voor jou. We hebben nog 10 minuten. Oké. Okay. 10 minuten. We hadden eigenlijk op voorhand afgesproken dat de betere mensen natuurlijk die hier aan het spelen zijn, dat de jetonkassen lijkt het saaist om te doen in het Lunapark. Als je dat 10 minuten doet, verdient je daar het meeste punten mee. Kijk, alles gaat nog gebeuren op die laatste 10 minuten natuurlijk. We hebben de easter eggs weer aangevuld. Als er nu 3 Belgen alle easter eggs eruit halen, dan winnen wij alsnog. Kom hier achter mij, is precies een casino.
Wat denkt de bro? Is België of Nederland aan het winnen voorlopig? Maat, ik denk dat we keihard gaan. Ik ga gewoon stabiel op deze. Ik pak twee in één keer. Dit gaat daar goed doen. Succes, man. Congrats. Ik kan dat wel niet maken natuurlijk, de zoon van. Blijkbaar wel, want mijn credits zijn op. Ben niet echt lachen? Kom op te kijken, broer. Oké, vrienden, jullie mogen die laatste spel starten. En dan is het done. Hey Gio, de laatste game. Wacht, ik heb hier echt, ik heb hem bijna. Oké, vrienden, jullie hebben nog 30 seconden. Oh, wacht, wacht. Oh, oh, oh. Ja! Typisch man op de allerlaatste fucking moment. We proberen mensen om te kopen, ja, maar dat lukt niet. Waar liggen ze stemmen? Dat ga ik niet zeggen, bro. Zeg eens even proberen. Het moet wel zeggen, Mich zei aan het begin, ik ga letten op dat niemand langer dan 10 minuten bij een spel staat. Ik heb het gevoel dat mensen langer dan 10 minuten bij een spel gestaan hebben. Als ik dan zeg iemand, heb ik het niet over de Nederlanders. Ik voel me er zelf niet vervelend over, het blijft een spel. Maar je wilt gewoon graag met 3 punten naar huis. En op het moment dat dat niet lukt door, nou ja, in mijn ogen, een fout van de scheidsrechter, is dat gewoon heel jammer. Lekker over de test. Alsjeblieft. Weet je wat het is? Mensen weten niet. We zijn die card game, je weet toch? Pim Passoir. Twee handen nodig. Waar zijn uw punten? Mijn zin liggen daar ergens tussen. Tussen heel deze bergen liggen mijn punten. Wat wil je dan nog? Eerlijk, is toch gewoon echt een fucking goede vangst. Die mannen willen allemaal nog een whisky cola. Wel, grappig dat jij je Bacardi hebt meegebracht en dit helemaal leeg is. Ik heb het thuis nog. Maar thuis nog, hè. Hey, hey, big man, big man. 3 hours later. Hij is heel competitief. Ik had dat niet van u verwacht. Ik ook niet van u. Ja, maar jij kent mij niet. Nee, maar je kent mij ook niet. Jij kent mij niet, gast. Nee, maar je kent mij niet, gast. Nee, maar dat is echt... Ik vind het zo... Nee. Maar je kan dat wel doen de hele tijd. Maar je moet gewoon stoppen met dat gezever, want dat heeft geen zin. Oh shit. Heftig dit. Ja! Ik kom dat even inleveren. Als dat nu 0 punten zijn, is heel genant. Hoeveel? Dit is een easter egg. Ja! En Pieps, hoeveel punten zijn de easter eggs? De easter eggs zijn 25. Ja! Je hebt een gegeven uit de snoepbak. En deze balletjes. Ja! Alles wat je bijhoudt van punten mocht je mee naar huis nemen, maar telt niet mee voor nu natuurlijk. Ik vind het echt een moeilijke keuze. Ik heb hiervoor gestreden natuurlijk. De laatste easter egg wordt ingeruild, boys. Is het een easter egg? Ja! 25! Oh, Nederland, wij zijn de kampioen! Het enige wat ik wil dat Nederland wint is Eurovisie, maar dat is me ook niet gegund. Ik kan laten zien dat ik kaal ben trouwens. Ziek hè? Pling! Fucking geel man. Heeft iedereen alles ingeleverd? Misschien kun jij lachen zonder te lachen, laat maar zeggen. Ik ben meer aan het huilen precies. Dat is gelijk het fucking meeuwschreeuwen bro. Super. We gaan volgend jaar terug. Ik boek hotel. Mathies. Maar hoe is dit eerlijk? Zijn vriendin zit in dat team. Zijn tourmanager zit in dat team. Wij gunnen het jullie ook gewoon, hè. Alleen nee, België zijn veel liever. Nee, nee, nee. Even een dikke shout-out naar Mark. Even alle een kleine shout-out, Mark. Ja. Oké, vrienden. Eerst en vooral, merci allemaal om te komen. Team België. Met 1.060.000 punten. Dankjewel. Team Nederland. Ja. Met 1 miljoen? God. Nee, ja. Ook 6-0. 930. Ja! We zien de dames en heren, Nederland gewoon winnen van België. Gisteren, you know how we do it. Nederland! Wie heeft het gefixt? De Mickey Mouse's. Die hebben jullie afwisselend gepakt. Maar het was helaas 1 miljoen punten te weinig. Sorry, broer. De grootste strijder van de Nederlandse ploeg was eigenlijk de Harry. Ik denk dat ik toch 1/3 van jou kwam. Plus 31 dingen. Ik weet niet of jullie dat hebben gekregen, maar Michael, jij stuurde mij zo'n contract toch? Dat zijn maar de punten die je hebt gehaald, dat je dan uitgekeerd krijgt in cash toch? Ja, maar dat is niet voor de video. 1,9 mil. Voor de prijs, jullie mogen allemaal een prijs naar keuze kiezen. Van plus tot elektronica tot whatever. Echt? Boys, helpen jullie mee met tillen? Is er nog bier, want ik moet een atje trekken tegen Stefan. Ik kom vaker naar Westende Bad, man. Dit is gewoon... Ook deze? Ik breng het nou niet op ideeën, dat is slecht cadeau. Je moet gewoon kijken wat heeft de meeste waarde. Wat kunnen we doorverkopen, joh? Ik ga nu even naar nachtwinkel, want jullie hebben alle pils opgezopen. Dus ik kan nu nog even 2 pilsjes halen. Ik heb 1 van mijn oortjes in de gracht laten vallen. Shout-out, Luna Square. Ga alsjeblieft langs. Zijn jullie oké? Okay? Nee, heel blij. Ik ben super. Ja? Want ik ben heel blij dat jullie gekomen zijn, dus jullie mogen bij mij ook allemaal iets kiezen uiteraard. Ik weet dat ik kies. I'm the real winner here. Ik wou niet eens winnen, dus ja.
Dat is oké, okay. Je bent gewoon kom voor de lul. Voor de lol. Ja, dat is dat. En dan komt ze, zo. He, voor de lul. Het beste bier uit Vlaanderen gekocht, Carapils. Wat heb je gepakt? Ik heb een bon. Of course. En nu heb ik een bon uit België, snap je? Dat is, kijk, normaal haal je mensen dit in Amsterdam. Ik heb hem uit West en de Bad. Ja. Limited edition. Tic-tac en spin the arrow. Nice! Thanks, Mark. Shout out, Mark. Ja, vier stuks. Oh! Wat zit er nou mee eentje? Mijn baby's. Marek! Iedereen heeft een probleem. Maar ik doe niet met ze mee. Nee. Iedereen heeft een probleem. Eén of twee. Ik heb een truc met mijn duim. Maat. Nee, joh. Dat kan ik niet, hoor. Ik snap wel dat hij toe manager is.